Weekvlog! Ik ga vandaag op kantoor kijken met... God, wat is die lens smerig. Gadverdamme zeg. Hey. Sorry, ik heb knoflook gegeten gisteren. Ik ga op kantoor kijken vandaag. Op nieuw bankzitterskantoor, want er moeten nog allemaal dingen geregeld worden. En wie er meegaat... Hé hey man, sowieso dikke esso naar de vlog van Raoul. Hey, kantoor hè? Dat is wel sexy. We waren dus met mensen en het wordt toch zo ongelooflijk gaaf, jongen. Oh, en het gaat ons zo ongelooflijk veel geld kosten, dat is echt helemaal. Dus like deze video en kijk de advertenties, want... Nou, dit heeft helemaal niks te maken met bankzitten. Nee, maar daarom, ik verdien dan geld. Oh, oké, okay. Dat vind ik wel een goeie. Die tactiek gebruik ik dus ook altijd. Doe alsof ik mijn geld wil hebben, dat verdien ik zelf wel voor. Vind je veel geld, ja? Nee. Okay. Nou, dan kan Koen, dankjewel Koen dat je op deze eerste dag van mijn weekvlog de lunch trakteert. Is het de eerste dag vast? Ja. Ja, dit is toch maandag? Oh ja. Ja, dat was ik even... Ja, dat was even vergeten. Nee. Welkom in deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog en abonneer op Raoul. Welkom bij de weekvlog. Ik heb het echt verschrikkelijk naar mijn zin hier in Ede. Het is echt fantastisch. Ede-Wageningen. Hoeveel mensen wonen in Ede-Wageningen? Ja, nul. Het is een treinstation. Hé, man. Shout out to jou, man. Jij flasht mij niet. Het is best wel dicht rijden naar huis toe voor mij, vanaf Ede. Ja, voor mij wel ver, hoor. Van Amsterdam naar Ede helemaal. Ik weet geen idee waar het ligt, maar hier. Doei doei. En wat mij ook leuk lijkt voor deze weekvlog is laten zien wat ik elke dag eet. Zodat jullie ook kunnen kijken hoe de meester het doet op het gebied van eten. Als ik niet het voor een video aan het maken ben. En meestal sloof ik mezelf er niet zo uit. Ik heb nu kippendij met courgette, paprika, ui, knoflook en champignons. En dat stop ik dan in een pita broodje met wat sla en wat knoflook. Eigenlijk gewoon een gezonde shawarma. Dat kan natuurlijk ook, hè. Het hoeft niet ongezond te zijn. Kel, als je moet kiezen, niet de kookkunsten, maar gewoon aantrekkelijkheid. Nina of ik? Nina. Zelfs als je blind bent, snap je dat ik voor Nina moet kiezen in deze. Of vind je Nina niet knap? Ik vind Nina een hele aantrekkelijke vrouw. Vind ik ook. Nog steeds. Maar ik moet ook zeggen, oh nee. Jij staat ook hoog op mijn lijstje van aantrekkelijke mannen. Dankjewel. Nou, op naar woensdag. Mensen, het is woensdag en ik ging net naar de HEMA toe, want ik had ongelooflijk veel zin in een broodje rookworst. Nou, wat denk je? Rookworsten op! Rookworsten op! Is alsof je naar de slager gaat en het vlees is op. Letterlijk de enige waar de HEMA goed voor is, is een rookworst. Wat voeg je dan toe aan de maatschappij? Niks! Maar het is wel woensdag, dus de week is weer doormidden. Maar ik ga niet voor jullie liegen. Die tosti is ongelooflijk erg aan te bevelen. Het is vandaag woensdag en deze dag is eigenlijk mijn enige echte vrije dag in de week. Niet waarin ik opnames heb of meetings of wat dan ook. Dus, wat ben ik aan het doen? Ik ben zelf video's aan het bewerken nu en opnemen. Career Mode voor op mijn tweede kanaal. En voor de rest heb je een aantal zakelijke dingen die je als YouTuber gewoon moet doen. Waar je eigenlijk als kijker niet zoveel van meekrijgt. Dus dan zit er bijvoorbeeld een shout-out in de video. Dan moet je die kijken en die moet goed laten gekeurd worden. En dat is chill, want dan verdien je geld als YouTuber. That's money, man. Maar ja, daar ben je ook altijd druk mee bezig buiten de video's om. En dat zou je niet gelijk verwachten. En voor de rest zit ik eigenlijk alleen maar binnen vandaag. Viespeuk. Dit is groente aardappelvee van Vega. Want ik heb vanochtend al ham gehad op mijn tosti. Ik wil één keer per dag maximaal vlees eten. Let's get it, man. Gewoon lekker makkelijk, lekker... Tot morgen. Nou mensen, het is weer donderdag. Hey. Ja. Voor de queervolling van Roel, weet je wel. En ook LGBTQ schoenen. Het is echt wel super gay. Oh, ze matchen. Oh my. Een statement maken voor alle queervolling van Roels kanaal. Jullie mogen er zijn, mensen. Ik denk ook aan jullie. Oké, Roel. Ja. Shirtje? Ja. 1, 2, 3, jij. 3, 4, 5, 6, ik. Ja. Short! Altijd. Double down. Triple down. Kutzooi! Ik doe maar een shotje. 1, 2, 3. Vind je niet zonde van je limoncello? Nee, dit geniet ik veel meer van. Is er nog een potje? Laten we poepen. In 2 minuten. Ja, we hebben hem weer. Shit, man! Hebben een barfje gedropt van de limoncello, hè? Klopt, ja. Mensen, ik ga vandaag naar de bankzittersopnames. Hetzelfde eten als gisteren. Plonk. Kijk,
Lekker makkelijk, lekker simpel. En ik had het nog. En weggooien zonde. En het is voor twee personen. En ik ben er mee eentje, want ik ben doodongelukkig en ziels alleen. Ik wou dat ik iemand had die me gewoon warmte kon geven. Wat zei je? Het is dat huiselijk geweld totaal niet oké is. Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf. Ben je een neurtje? Hou je bek, Roel. Ga weg. Oh, niet aan mijn tenen hangen. Ik heb zo'n vieze tenen, man. Blijf van me af! Ja. Wat is er met je tenen dan? Oh, echt dat het rug biezen gewoon. Is dit een weekvlog? Ja. Hey, shout out, man. Deze week is lit. Ja, maar echt. Ja. Deze week is echt hard. Weet je wat ook hard is? En dan mensen, het eten van de vrijdagavond. Dat stop je hem raar in mijn mond. Maar zeg jij dat altijd tegen mij. Tot morgen. Gisteren Creators FC wedstrijd en drie keer raden wie er man of the match is geworden. Oh wacht, ik ben daar. Vandaag zaterdag, bankzittersopnames. Nou, het is zaterdag, dus voor de verandering dacht ik, we gaan maar eens even opnemen. Moet ik nou iets zeggen of zo? Ik heb super veel zin in. Mensen van de week vonden wat leuk dat jullie er zijn. Jouw aanwezigheid is meer dan voldoende. Dat vind ik echt nice, man. Wij gaan vandaag naakt zwemmen. Klopt, we gaan vandaag naar een nudistencamping en dan ga ik mijn ongelofelijke Nee, niet op mijn kanaal. Niet op mijn kanaal. Dan gaan we in ons Adam en Eva kostuum gaan we dan leuke dingen doen, activiteiten. Mooi voor. 6.5 hours later. Ja, ik kan mijn mond weer afvegen. Milo, je bent ontzettend verwend in de bosjes. Milo, hier alsjeblieft. Het is een normaal rekening meer, maar het is een prijs natuurlijk. Morgen zondag doen we dat dan weer, want ik ben echt heel geld de afgelopen tijd. Ja, voor mij is het heel dichtbij, dus ja, het is voor mij makkelijk geld verdienen. Normaal vraag ik iets meer, zoals ik al zei, maar vriendenprijsje vind ik oké. Ik moet zeggen, wat je met je tong doet nu, dat vind ik echt heel erg, dat is nieuw. Vind je lekker, juist. Ja, ik heb het, maar het is ook, ik oefen ook wel veel, moet ik zeggen hoor. Dat je hem helemaal zo hol maakt en dan voelt als een soort kokertje. Dat... Mensen, dit was zaterdag alweer. Morgen de laatste dag van mijn weekvlog. Nou Dreris, het is zondag, de laatste dag van de weekvlog. Ik moet vandaag veel video's opnemen voor mijn tweede kanaal. En ik heb één belangrijk ding waar ik straks naar toe moet. 1 hour later. Lieke mocht voor mij een deurmat uitkiezen. Dus ik had kunnen weten dat het een panterdeurmat werd. Spijt van nu al. En dat zit er ook alweer op, dus daar ben ik nu klaar mee. Het enige waar ik me nog op kan verheugen vandaag, het avondeten. Want we gaan bestellen. Ja. Kom op! Gisteren heb ik niet gefilmd wat ik had gegeten. Want ik was namelijk uit eten omdat mijn fantastische nichtje haar C-diploma heeft gehaald. En dat moet gewoon gevierd worden. Maar vandaag, laatste keer dat ik iets film voor deze weekvlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Blauw dat ze top zijn. Laat even achter of ik dit vaker moet doen. Vind je dat leuk? Ja, ik wel. Ongelooflijk leuk. Dit is mijn eten vandaag. We gaan ervan smullen. Tot ziens. Double down.